Meneer, de boeren met hun acties. Hebt u sympathie voor de boeren? Ja, ik heb wel sympathie voor de boeren, maar de acties die gaan me te ver. Heel lang geleden, toen maakte God de hemel en de aarde. En God maakte Adam en Eva. En God zei tegen Adam en Eva, heers over de aarde. Zorg dat er groente is en fruit is en jullie mogen alles bewerken. Dus Gods plan al met Adam en Eva, en ook heel de mensheid, is dat wij mogen genieten van alles wat de aarde ons geeft. Je zult maar in één keer moeten stoppen met je hele hebben en bestaan. Ik heb er wel begrip voor. Dus ik heb er wel begrip voor. Hè? Ik snap ze, ik begrijp ze. Ik snap dat ze het moeilijk vinden. Ja, dat. Oh ja, zeker. Ja. Ik vind het moeilijk inschatten wat nou in de Kamer besproken wordt. En de werkelijkheid van de boeren en de politiek en de werkelijkheid, zeg maar. Om dat goed inschatten. Mijn eigen onderzoek zegt dat daar best wel een beetje conflict ligt. En daarom heb ik sympathie voor de boeren. Ja, weet je, de overheid heeft de laatste tijd voor de boeren wel heel veel sancties genomen die niet echt handig zijn. En daar lijden ze wel erg onder. Dus ik heb er wel sympathie voor. Ja, ik ben zelf boerenknecht geweest, dus ja, zeker. Oh, dus ja. U kent... Ik ken het boerenleven, ja. De acties, die doen nogal wat stof opwaaien. Ja, klopt. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ja, soms vind ik het goed, soms vind ik het wat minder goed. Soms gaat het hard, soms niet. Maar ja, ja, wat moet je, hè? Het is moeilijk. Sympathie voor de boeren? Ja. Ja, zeker wel. Maar alleen, het loopt nog een beetje uit de hand, hè? Een beetje veel? Of ja, een beetje? Dat weet ik niet of dat een beetje veel is. Maar ik kan het ook wel voorstellen hoe ze zich voelen natuurlijk. Weet je, de vragen worden mij nu te moeilijk, zeg maar. Dat gaat mijn... Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik denk dat de politiek uiteindelijk wel ergens een oplossing heeft gevonden. Maar ik heb geen idee wat de oplossing zou moeten worden. Boeren zijn niet veranderd ook. Ze hebben nog steeds de grond nodig en de zon nodig en de regen nodig. Het is nog steeds hetzelfde zaad waarvan wij moeten eten. En wij gaan het dan, of meneer de regering gaat het dan proberen de onderuit te halen. Je moet toch met z'n allen proberen een goede gulle middenweg te vinden. En dan heb ik het toch over een vorm waarin we de boeren niet van hun land proberen af te jagen. En met z'n allen gewoon verenigd te staan voor de boeren. Maar tegelijkertijd ook de politiek te willen aanhoren voor wat is nou jullie punt. Dat te harte te nemen en daar een goede oplossing te vinden. Ik heb absoluut sympathie voor de boeren. En het is meer dan genoeg geweest. En ik vind het goed dat ze in actie komen. Wat moet er volgens u gebeuren? Ja, de hele stikstofbeleid en alles, dat moet allemaal van tafel af. Dat klopt voor geen kanten. En de boeren verdwijnen uit Nederland? Nee, absoluut niet. Nee, de boeren moeten juist geholpen worden. En al die wetenschappers hebben ook al laten zien dat de fabrikanten kloppen. Dat is wetenschappelijk aangetoond. Maar het heeft allemaal te maken met het beleid wat naar 2030 gaat. Als ik dat zo mag zeggen, heeft ook allemaal te maken met Klaus Schwab, et cetera, et cetera. Dat gaat om een proces wat in gang gezet wordt. Mensen worden voor de gek gehouden. En de ogen moeten eens opengaan van de mensen. En dat ze achter de boer gaan scharen. Want zonder boer is er geen eten op tafel.